Met de trein naar Londen of met de trein naar Parijs. Het is een zoekopdracht die je vast al een keer door Google hebt laten uitvoeren. Hoe zorg je ervoor dat die zoekopdracht uitkomt bij de site van NS International? En dat die site dan ook nog zo persoonlijk mogelijk is voor de consument? Dat vraagstuk van NS International mocht Mindshare oplossen. Genomineerd in de categorie beste gebruik van data en technologie. NS International en Mindshare. Rol. Welkom. Dank je wel. Goed dat je hier bent. Perfect op tijd. Natuurlijk met de trein gekomen. Absoluut. Alles soepel gegaan. Alles soepel. Dus uh, fijn. Maar je kwam niet uit Parijs of Londen, hè? Nee. 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 Ja, het voelt wel misschien een beetje als buitenland uh, richting Limburg. Dus uh, voor hier is dat misschien buitenland. Ja. Of voor jou misschien dan ook Amsterdam. Uh, zeker. Ja. ja. Jullie hadden een interessante case. Wat was nou de achterliggende gedachte? Waarom legde de NS dit vraagstuk bij jullie neer? Um, nou ja, NS is een aanbieder van treintickets internationaal. En zij, als je op hun website kijkt, dan zie je dat zij treintickets aanbieden voor meer dan 10.000 bestemmingen internationaal. En daarbij moet je dus ook nagaan dat je tussen al die trajecten van A naar B kunt, kunt reizen. En bovendien dat er gewoon meerdere manieren zijn om van hetzelfde vertrekpunt naar hetzelfde eindpunt te komen. Dus jij kan naar Parijs met de IC Brussel, maar je kan ook met de, met de Eurostar. En eigenlijk al die variabelen, die hebben invloed op uh, de reisinformatie die aan zo'n traject zit, mm -hmm. uh, zit. En ja, als adverteerder wil jij uh, natuurlijk zo, uh, zo, relevant, hebben. Uh, zo relevant mogelijk adverteren inderdaad. Dus je wilt die reisinformatie uh, goed afstemmen op de zoekvraag die iemand intypt. Yeah. En handmatig is dat gewoon niet te doen als je ervan vanuit gaat dat er eigenlijk uh, miljoenen trajectcombinaties mogelijk zijn. Uh, en ik werk uh, ja, niet in het weekend, dus uh, om dat 24-7 bij te houden, niet dat te is doen. gewoon uh, niet te doen. Dus uh, zijn we eigenlijk ja, vanuit dat vraagstuk gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we het automatiseren en hoe kunnen we daarbij uh, data en technologie uh, gebruiken? Ja, dat ben je dus gaan afvragen. Op een gegeven moment kom je dan met een plan. Vertel. Uh, ja, nou, het plan kwam eigenlijk voort uit ook, uh, inzichten die we al hadden, want we hebben het dus voorheen wel handmatig uh, opgezet. Uh, ik heb het een tijd lang handmatig gedraaid. En dan krijg je ook inzicht in uh, ja, hoe die internationale reiziger eigenlijk zoekt in de, in de zoeknetwerken. Dus waar is hij op zoek? Uh, hoe zoekt hij en hoe kun je daar als adverteerder uh, zo relevant mogelijk uh, antwoord uh, op geven? En met die inzichten zijn we eigenlijk aan de slag gegaan van, oké, okay, welke data hebben we dan nodig? Uh, NS uh, is in het bezit van enorme hoeveelheden aan, uh, aan uh, uh, informatie rondom die internationale trajecten. En met behulp van die data en die inzichten zijn we eigenlijk aan de slag gegaan om de campagnes die we hadden opgezet, uh, om die uh, te gaan automatiseren. Dus om ja, eigenlijk die reisinformatie dynamisch in die tekstcampagnes uh, te laden, uh, en daar ook dynamisch weer eigenlijk de beste landingspagina op de NS-website aan te koppelen. Die ook weer antwoord geeft op, de, op die reisvraag. Dus eigenlijk, uh, ja, de key in, in, in de hele case was uh, relevantie. Uh, en ja, dat creëren, zeg ja, maar. En die relevantie voor degene die aan het zoeken is, dus voor de klant. Ja, voor de, voor de internationale reiziger. Ja. Ja. En hoe ja. doe je dat dan, dat creëren? Technisch uh, gezien? Want je ja, zegt al dat je gaat automatiseren, maar hoe pak je dat aan? Ja, ja, Daarvoor heb je dus uh, enerzijds heb je data nodig. Dus daar was eigenlijk uh, NS uh, uh, ja, de hoofd uh, die die die, die uh, speelde die daar. Ja, die daar de hoofdrol in. Dus zij zijn echt actief aan de slag gegaan met het uh, met het bouwen van een datafeed, waarin dus al die data samenkomt. Um, en we zijn daarin in constant dialoog geweest om te kijken van oké okay, uh, welke data hebben we nodig, um, uh, hoe kunnen we die data aanvullen en uiteindelijk moet je die data ook uh, activeren en dan komt eigenlijk het stukje technologie om de hoek dus we zijn gaan kijken van oké okay, welke, welke toolings zijn er uh, en zo zijn we uitgekomen bij uh, bij Channable, heet die tooling en Channable ja en Channable is eigenlijk een tooling die kan worden gebruikt om een datafeed zeg maar te structureren en te verrijken yeah. maar hij kan vervolgens ook weer worden gebruikt om die datafeed uiteindelijk te activeren en activeren daarmee bedoel ik eigenlijk dat we ...de Data omzetten in, in uh, tekstcampagnes. Oké, okay, maar leg me nog eens heel even uit, want jij zit hier helemaal in. Data feed optimaliseren. Ja. Maar, wat, wat zit er bijvoorbeeld in die data van de NS waarvan je dacht, dit kunnen we gebruiken, maar dan moeten we dan wel optimaal doen en op, uh, geautomatiseerd. Kun je daar een heel praktisch voorbeeld van geven? Ja, uh, ja een praktisch voorbeeld is als ik uh, met de trein van, uh, van Amsterdam naar Parijs wil bijvoorbeeld. Dan moet je het eigenlijk zo zien: het is gewoon een heel grote uh, Excel sheet waarin al die data is verwerkt. Aan één van die uh, rijen bevat dus de data voor het traject Amsterdam naar, uh, naar Parijs. Um, en daar zitten heel veel variabelen dus die daarin zijn gevuld. En aan variabelen kun je denken aan, aan de reistijd. Dus hoe lang duurt het voor mij om van Amsterdam naar, uh, naar Parijs te komen? Um, maar ook ticketprijzen. Dus de een uh, reiziger wil eerste klas reizen en de andere reist tweede klas. Um, en wellicht zijn er mensen die een retourticket willen of een enkeltje Parijs willen. Het geeft dus... me aan dat het al die verschillende variabelen zijn. Die zitten dan in die ja. grote Excel-sheet. Daar zeg je van dat moet je dus automatisch gaan verwerken. Ja, juist. En daarvoor gebruik je dus Channelable om daar eigenlijk de datapunten uit te pikken die, die je nodig hebt om die, die taxcampagnes uh, te vullen. Ja. Het gaat uiteindelijk ook om Ja. Hoe is het daarmee gesteld? Uh, ja, in die zin uh, proberen we dat dus zo hoog mogelijk te houden door dus echt ook antwoord te geven op de zoekvraag die iemand heeft. Dus ik denk dat dat ook een beetje het onderscheidende is in, de, in deze case. Uh, het feit dat um, als jij online zoekt naar een bepaald reistraject, dan, uh, dan krijg je vaak een heel algemeen ingestoken uh, campagne. Mm -hmm. um, en met, met deze case, met NS International, hebben we dus geprobeerd om uh, ja, eigenlijk zo specifiek mogelijk antwoord te geven op, op uh, de reisvraag. Dus ook echt te zorgen dat er reisinformatie in de... Uh, Tekstadvertentie staat die gewoon echt aansluit op de zoekvraag van en die de, de klant. Die klopt. Um, en daarnaast hebben we uh, uh, ja, ook geprobeerd om, uh, uh, om die reiziger te inspireren. Dus het is niet alleen tekst, zeg maar, uh, maar ook visueel. Dus uh, als jij naar Parijs zoekt, dan krijg je uh, beelden van, uh, van de Eiffeltoren, van de Champs-Élysées. Uh, dus uh, ja, op die manier proberen we dus wel te laten zien van hey, wat jij zoekt. Uh, daar hebben wij het antwoord op. Uh, en uiteindelijk als ze dus op die website door worden geleid, willen, ze we, ook, willen we ze ook de, de informatie bieden die ook aansluit op die tekstadvertentie, dus eigenlijk wat we beloven mm -hmm. waarmee we mee aankomen. Zeg Dat maar. je het ook waar kan maken als ze ook echt op die pagina komen bij. Ja, MSC. juist. Want als, als mensen de informatie uiteindelijk niet krijgen die je wel belooft, of die niet aansluit op een zoekopdracht, ja, dan klikken ze simpelweg uh, weer weg mm -hmm. en dan gaan ze naar de volgende aanbieder. Ja. Dus, ja, het is gewoon belangrijk om daar te staan met, met relevante informatie. En in die zin denk ik dat we ja, bijdragen voor zover dat, wij, zover, zover dat wij dat kunnen als marketeers uh, uh, zeg maar, uh, aan die klanttevredenheid. Ja, ja. En je bevordert ook duurzaam reizen natuurlijk, dat is ook een mooi streven. Um, zijn er resultaten te noemen? Uh, ja. Uh, uh, ja, we hadden eigenlijk een doelstelling op, uh, uh, op omzetmaximalisatie. Dus we hebben gewoon een marketingbudget en daarin moeten wij zoveel mogelijk omzet uh, re realiseren. Um, en uh, NS meet eigenlijk alles in een uh, ROAS, heet dat. En wat dat eigenlijk gewoon specifiek inhoudt is, ik heb een euro aan marketingbudget. Mm -hmm. En die stop ik bijvoorbeeld in, in het Google zoeknetwerk. En daarvoor wil ik minimaal uh, een x-aantal euro's weer terug aan omzet. Dus uh, ja, eigenlijk hebben ze daar een ondergrens in gegeven. En uiteindelijk die ROAS hebben we met 46% weten te verbeteren. Dus ik denk dat dat ja wel gewoon een goede afschemering is van het feit dat we het gewoon veel relevanter hebben uh, yeah. kunnen, kunnen doen met behulp van die data en technologie. Is dat 46% boven verwachting, of het is het gestegen met 46%? Nee, het is gestegen met 46%. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat klinkt dan als zeer succesvol. Uh, ja, ja. Uh, wij waren tevreden aan NS International was het ook. Dus, ja. uh, is dit nou een unieke methode voor jullie of wordt dit ook door andere partijen gedaan? Uh, nou, Channable zelf is uh, niet per se uniek, want het is gewoon een, een veelgebruikte uh, tooling, uh, ook onder andere voor bijvoorbeeld uh, shoppingcampagnes. Om, uh, om eigenlijk productdata te structureren. Maar toch wil jij daar die allemaal mee winnen. Dus nu, nu moet je net doen alsof het helemaal uniek is voor jullie. En dat niemand het zo goed past, toepast als jullie. Ja, juist. Snap je? En, en daar komt het dus in terug. Uh, in die zin dat wij uh, uh, wij echt een vergaande vorm van personalisatie hebben weten te realiseren. Dus Je hebt het verder gebracht dan, dan anderen tot nu toe. Ja, juist. Dus uh, daar zit echt dat stukje personalisering in. Dus die individuele zoekvraag, waar we eigenlijk gewoon per treintraject, dus in die miljoenen treintrajecten. Per treintraject, per zoekopdracht, dus uh, ja, met een specifieke tekstadvertentie weten te komen. Met relevante reisinformatie voor die specifieke reiziger. Um, met daaraan gekoppeld, dus weer een landingspagina op de NS-website die ook weer aansluit bij die relevantie. Um, en dat dan dus voor elke zoekopdracht uh, uh, opnieuw. Mm -hmm. ja. En ja, dat zijn er miljoenen. Uh, Per jaar. Je ogen beginnen te twinkelen als je erover ja, vertelt. zeker. ik vond het ook een hele mooie case om aan te werken. Dus, uh, ja. En dus vind je dat jullie een AMA verdienen? Waarom? Leg nog eens één keer goed uit. Waarom moeten jullie die AMA winnen? Ja, ik denk dat we met deze case hebben laten zien... hoe wij uh, ja, die enorme hoeveelheid aan uh, complexe data... Uh, dus rondom die internationale treintrajecten... Uh, met behulp van die geavanceerde tooling... dus hebben weten om te zetten op een efficiënte en, en effectieve manier... In uh, ja, volledig dynamische uh, uh, marketingcampagnes. Waarbij we dus ja, elke keer weer uh, antwoord weten te geven op die individuele uh, zoek, uh, zoekvraag. En ja, dat was gewoon niet mogelijk geweest als wij geen data en technologie daarin uh, hadden gebruikt. Mm -hmm. Dus ik denk dat het daarin een, een schoolvoorbeeld is van uh, ja, hoe uh, het gebruik van data en technologie. Je, je kan helpen om, uh, ja, om zo'n geavanceerdere marketingstrategie op te zetten. Ja, en het dus een stap verder te zetten ook. En het een stap verder te zetten, ja, inderdaad. Dus hopelijk uh, wordt hij daarmee ook uh, bekroond met die uh, felbegeerde Amma-Award. Dat ja. ja. zou toch mooi zijn voor jullie? Dat zou geweldig zijn, ja. zeker. Dankjewel, en succes. Dankjewel.